Ja, ik kreeg de bal van Lorca en ik wou eigenlijk een voorzet geven naar de tweede paal. En ja, de keeper verkeek daar een beetje en stond verkeerd gepositioneerd en ik ging over haar in de goal. De rest van de wedstrijd, veel Belgische druk, veel kansen, weinig doelpunten. Ja, want het mist een beetje efficiëntie bij ons. En dat is wel jammer, maar ja, er zat meer in. We hadden met meer kunnen winnen dan 2-0. Oké, ja, misschien bewaren we die voor in Noorwegen en kunnen we daar meer efficiënt zijn. De kansen die binnen het kader waren, daar stond een geweldige doelvrouw te keepen, vonden wij. Ja, ze deed wel schoon reddingen, ook met de voeten, wat je eigenlijk niet gewenst is van de keeper. Ik denk dat dat ook een beetje chance was. Oké, ja, dat is jammer dat die er niet in gingen en dan voor haar misschien... is zij blij dat ze het niet eruit heeft gehaald, maar oké, ja, dat is voetbal en ja. Je hebt de naam Noorwegen al laten vallen. Topfavoriet in deze groep? Goh ja, ik denk het wel. Ze hebben de finale van DK gespeeld en het is een moeilijke tegenstander. Goede speelsters en ja, een sterke ploeg. De ambities voor de Belgische Red Flames voor deze campagne? Goh ja, we willen, ja, het is iedereen zijn droom om op het WK te gaan spelen en iedereen gaat daar 100% voor. Dus we gaan dat ook proberen mee te strijden voor die kwalificaties. Richting afsluiter nu, het publiek, Davina. Oh, dat was echt zalig, zo'n ambiance en dat geeft u een extra boost om te blijven gaan en blijven door te gaan. Dus aan de supporters, merci. Het was echt super.